Stijn, wat weet jij van Michael van Gerwen? Dat hij verschrikkelijk goed kan darten. Heb je hem gezien in januari bij het WK? Tuurlijk heb ik gekeken. En heb je van hem genoten ook? Ja, ik vind alles aan hem vind ik mooi. Het feit dat hij zo goed is, maar ook zijn manier van gooien. Snel en ja, hij domineert echt. Ik vind dat mooi. En de emotie, de ontlading die hij dan heeft als hij een lek of een set gewonnen heeft? Ja, dat vind ik mooi. Ja. De emotie, het is passie bij hem. En ja, het straalt er vanaf. Dat vind ik wel leuk, ja. Nou is hij vandaag hier bij PSV. Is dat toch een beetje een bijzonder moment dan voor jou? Nou, ik heb zeker respect voor zijn prestatie. Er zijn er maar weinig die wereldkampioen worden. Dus ja, daar zal ik hem zeker mee feliciteren. En jullie hebben daar een lunch, maar daarna dan gaat het gebeuren. Hij wil tegen jou ook nog een potje darten. Oké, dan zullen we wel zien. Maar zei hij wel al, ik haat verliezen, dus... Ja, ik zet in op 50-50.